Enkele tientallen vrienden en collega's hebben in Spijkenisse meegelopen in een stille tocht ter nagedachtenis aan Farida Zargar, de vrouw die dood werd gevonden in het Mallebos. De tocht liep van het bedrijf waar Farida werkte, transportbedrijf De Rijken, naar de plek waar zij werd gevonden in het Mallebos. Waarom deze stille tocht? Omdat zij gewoon veel voor ons betekende. Gewoon als kennis, als vriendin, gewoon. En als persoon zelf. En het is gewoon, ja, zoiets doe je. Het is gewoon erg om zoiets mee te maken. Bij de plek in het Mallebos werd een minuut stilte gehouden. Er werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Voor de moord op Farida zit Patrick S. vast. Hij wordt verdacht van ontvoering met de dood tot gevolg. Het tramverkeer in het centrum van Rotterdam rijdt weer. Eerder vandaag zorgde een ontspoorde tram op het Weena voor een verkeerschaos. De tram had vermoedelijk door problemen met de wissel een elektriciteitsmast geramd. Daardoor konden andere trams niet doorrijden en ontstond er een file van ongeveer 20 trams op het Weena en de Coolsingel. De meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad blijft voorkeur houden voor de aanleg van de Blankenburgtunnel. Voor de nieuwe oeververbinding liggen twee plannen op tafel, de Blankenburgtunnel en de Oranjetunnel. De Blankenburgtunnel gaat tussen Maassluis en Vlaardingen onder de Nieuwe Waterweg door en komt bij Rozenburg weer naar boven. Op 7 december besluit minister Schultz van Hagen over welke tunnel er gaat komen. Zaterdag zien we naast bewolking ook af en toe de zon tevoorschijn komen. Het blijft vrijwel overal droog en temperaturen in de middag ongeveer een graad of 10.